Goedemiddag allemaal. Ik ga heel even mezelf opzoeken. Ja, daar ben ik. En duidelijk zichtbaar. Dat is ook fijn. Zo, alles goed staat. Oh, ja. Goedemiddag allemaal. Gezellig dat jullie ook meekijken. Ik ga met Kit Day by Day aan de slag. Dat is met een papierblokje van Minté. Echt een van mijn favoriete merken. Dat is super mooi papier. Hoi Ellie, wat leuk dat je ook meekijkt. Even mijn laptop iets naar me toe trekken. Zo, ja. Nou, dan ga ik in ieder geval vast laten zien wat er in de kit zit. Daar zit natuurlijk in de Dutch Do Broemal en dan de diagonaal fold. Ja, dit is mijn eigen mal. Ik plak er altijd een stickertje op met de naam en het artikelnummer. En dan kan ik het altijd weer makkelijker terugvinden. Dit is een kaart die ja, het is een, dus eigenlijk zo kan vouwen. Die zit erin. Dan zit er een stansje in van de zonnebloem. Ook die is van... die had ik al. Dus die heb ik niet opnieuw opgestuurd gekregen. Want dat vind ik gewoon niet nodig. Dus het zijn allemaal van die kleine losse friemel onderdeeltjes. Ze zitten allemaal aan elkaar. Met zo'n wat ze tegenwoordig allemaal doen. Dat het vast zit. Alleen ik had ze in de tijd losgeknipt. En dat is natuurlijk niet zo heel erg handig. Want dan raak je wel sneller dingetjes kwijt. Dat is deze. Ik ga wel even de bloem laten zien. Kijk, dit is de zonnebloem die je ermee kan maken. Goedemiddag allemaal die nog binnenvallen. Gezellig dat jullie meekijken. Dus dit is de zonnebloem. Die met al deze kleine friemeldingetjes in elkaar gezet wordt. Ik ga hem ook straks in elkaar zetten live. Alleen niet een dubbele, maar een enkele. Want het is best wel veel werk om hem in elkaar te zetten. Dus in de kit zit dan dus de Dutch Do Broemal, de diagonaal fold. Zonnebloem en natuurlijk dit leuke boekje. Ik ga eventjes wel wat velletjes laten zien die erin zitten. Ik ga dit even eruit halen, want... Dat zijn losse onderdeeltjes, losse stukjes papier nog die ik over heb. Ja. Er zit in, als je aan de voorkant, en dat zit ook eigenlijk aan de achterkant, zitten dus hele leuke plaatjes nog. Dus zelfs de voor- en de achterkant van het boekje hoef je niet weg te doen. Aan de ene kant van het papier zit altijd een heel mooi, ja, een tafereel noem ik het maar eventjes. Zoals een bank met een mooie plant. En aan de andere kant zit dan een wat rustiger design. Deze is met een trap. En aan de andere kant zit een wat een beetje een ja, tegelachtig Marokkaans iets. In ieder geval iets oosters. Een heel mooi bloemenpatroon. Een zwarte ondergrond. Aan de andere kant zit dan een marmerpatroon. Hetzelfde bloemenpatroontje. Tenminste, het lijkt erop. Het is niet exact hetzelfde. Maar dan met een lichte achtergrond. Dan zit aan de andere kant een heel mooi zwart-wit ruitje. Dan zit er nog een heel mooi velletje in met allemaal kleine kaartjes. Die ook een achterkantje hebben. Dus die kan je ook gewoon leuk ertussen stoppen. En dat je achterop nog iets kan schrijven. En dan hebben we deze nog met de deur. Super mooi met die krans erop. En daar zit aan de achterkant dan een ramenpatroontje. Dus dit zijn in deze descents.
zitten allemaal 4 keer in dit blok. In het blok zit totaal 24, zeg ik dat goed? Ja, 24 velletjes. Oh Lydia, ik ben alleen nog maar dingen aan het uitleggen, dus dat valt best wel mee. Ik ben alleen nog maar aan het vertellen wat er in de kit zit. Dus zo heel veel later ben je niet. Dit is dus het blokje. Nou, en dan de Dutch Doobedoemal en de zonnebloemstans. En die koop je bij Hobby's voor €14,99. Hij heeft een winkelwaarde van €18,99. Ik moet even een blaadje omdraaien. Ja, zo. Dus hier gaan we mee aan de gang. Ik ga dit opzij leggen. Zoals jullie ondertussen weten, ben ik altijd aan het voorwerken. Daar hou ik van. Allemaal kleine dingetjes uitgestanst. Ik ga ook nog even wat leuke tekstjes straks verwerken erop met de bannerteksten. We gaan eerst de basis in elkaar zetten. Wat ik gedaan heb, ik heb een grotere basis genomen en daar ga ik straks de diagonaal fold opzetten. Want ik vind dit zo een pieterpeuterig kaartje en ik hou altijd wel van dat het iets groter is. Dat weten jullie ondertussen wel. Goedemiddag Dia, gezellig dat je ook meekijkt. Ja Lydia, Facebook werkt toch zelden mee? Dat is toch echt verschrikkelijk? Dus ik begin met de onderkant, met de basis van de onderkant. Zo, dat heb ik nodig. Nou heb ik hierbij genomen die pearl ribbon die uit de kit Vintage Flowers zit. Ik vind dit zo'n mooi randje, dus die heb ik nog extra uitgestanst om hierbij te gebruiken. Zo, nou beginnen we hiermee. Ik hou niet zo van heel vierkant, rechthoekig, dus ik ga hem toch een beetje een hapje eruit halen. En dat doe ik met een soort hoekpontstang van We Are. Je hebt er ook gewoon ponsjes van. Maar ik heb toen deze tang aangeschaft en nooit geen spijt van gehad. Zo. Nou zijn die blokjes natuurlijk maar 15 bij 15 groot. En mijn kaartje is, ik ga hem even voor jullie opzoeken, 20 bij 16. Dus die is een stuk groter als mijn papierblokje. Zo. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb het één velletje door de midden gedaan. En daar doe ik dan in het midden de zwart-witte rand over. Een zwart-wit ruitje tussen. Of tenminste, een beetje zo eroverheen. Dus dan kan ik toch mijn hele kaart vullen met de zendpapier. Judith, ik ga een kaartje maken met de kit Day by Day. En daar zit de Dutch Doobedoe diagonaal fold mal in. En natuurlijk het blokje Minte, Day by Day. En de stans van de zonnebloem. Ik ga hem nog heel even gauw laten zien. De stans van deze bloem zit erbij. Dus ik ga de bloem opbouwen en ik ga dan de basis van de kaart uiteraard maken. Dus dit zit in de kit. Maar ik ben eigenlijk nog maar net begonnen hoor Judith, dus no worries zou ik zeggen. Normaal gesproken doe ik meestal de basis, de niet beinkte, maar bij het kraft vind ik het toch altijd mooier om dat wel te doen. Dus ik ga hem eerst even distressen.
Zo, en dan pak ik uiteraard de vintage foto. Het is wel al om 4 uur al wat donker, dus dan heb je iets meer schaduw als je aan het werk bent. Cardstock doe ik nooit beïnkten. De zendpapier altijd. En craft eigenlijk ook altijd. Omdat ik dat toch mooier vind. Deze gaan even opzij. Deze vriendjes. Dan ga ik deze ook de-stressen. Dankjewel Judith. Ja Marjan, het is echt super mooi papier, de Day by Day van Minté. Hele mooie kleurtjes, zwart-wit met een beetje zalm-abrikoosachtig. Echt super mooi. Die kan er vast op. Zo, en dan heb ik het zwarte kaartstok. Heb ik dan weer 1/2 centimeter kleiner gemaakt dan mijn kraftpapier. Oh. Kom. Even kijken hoor. Hij wil niet wat ik wil. Dan ga ik met deze, die komt in het midden, 1 boven en 1 onder. Nou, deze hoeft niet. Het is ook heel mooi stevig papier, dat is ook altijd erg fijn. Ja, Marjan, dat is waar. Hè? Je blijft bestellen hè? Met al dit mooie papier. Hè? We hebben ook nooit papier genoeg, vinden jullie niet? Heerlijk, al dat papier. We hebben wel keuze nodig, hoor. Zo, dan ga ik eerst de bloemetjes opplakken. Heb ik dit nou niet helemaal goed gedaan? Even kijken, wat heb ik gedaan? 19 bij 15 moet dit zijn. En de som. Ja. Zo 15. Nou, gaan we ietsje meer de-stressen. Dan wordt hij vanzelf iets kleiner. Zo. Ja. Ja, Judith, heerlijk hè, al dat papier hè. Lekker veel keuze. Erg fijn dat als je wat gaat maken, dat je dan lekker een keus uit papier hebt, toch? Zo. Ga ik die ook even iets extra de-stressen.
Ja, Lydia, bij mij ook hoor. Echt een verslaving, papier. Dus je ziet hoeveel papier ik heb. En dan nog elke keer weer bestel ik nieuwe. Echt gewoon bizar. Maar goed. Ik denk dat iedereen dat wel heeft met zijn hobby, toch? Een hobby kost nou eenmaal geld. Welke hobby dan ook. Dankjewel, Judith. Blijft hij alweer hangen. Het flesje leeg begint te raken, dan komt het er allemaal iets moeilijker uit. Hè? Dan moet ik hem natuurlijk wel even goed in het midden leggen. Zo. En dan had ik dat leuke randje, maar die past natuurlijk ook niet helemaal. Dus die deel ik door tweeën. Lydia, ik heb precies hetzelfde. Ja. Dan denk je, nou, deze maand ga ik geen papier kopen. En ja hoor. Ze moeten gewoon ook niet zoveel moois uitbrengen, toch? Dat is eigenlijk het grootste probleem. Dat er gewoon veel te veel moois wordt uitgebracht. Corrie, nee, dit randje, de parel, is de Pearl Ribbon van Noordesign. Die zit in de kit Vintage Flowers. En ja, ik vind dat zo'n mooi randje. En die past ook eigenlijk perfect bij deze stijl papier. Dus vandaar dat ik hem er even bij heb gepakt. Want ik vond eigenlijk dat wel... een randje ontbrak. En dan dacht ik, dan zal ik een randje pakken die in een van de andere kits zit. Want misschien dat jullie dan die kit al hebben en dat je dan zegt, oh, dan kan ik die ook gebruiken. Ik vind dit echt een super mooi randje. Heel fijntjes. En dan plak ik hem zo. Kijk, die opening, die zie je straks niet meer. Omdat daar de diagonaal fold overheen komt. Dus dan heb je het op die manier toch weggewerkt. Hup. Dat is het handige van die kleine flesjes. Dan kan je heel mooi fijn lijmpje erop doen. Deze gaat even aan deze kant erop. Kijk, dit is dan de basis van de kaart. En nou zie ik gewoon dat hier een klodder lijm op mijn werkblad ligt. Nou, dat kunnen we niet hebben natuurlijk. Ja, dat is echt zo, hè. Dat de zendpapier is altijd allemaal zo mooi. Nou, nu had ik een beetje een dilemma gisteren dat ik hiermee bezig was. Of ik kraft zal doen voor de basis. Ik heb dus de deur voor het midden van de kaart gekozen. En dan... ga ik even kijken. Volgens mij kwamen deze hier ergens. Onder. Oh, precies andersom moet die.
Even kijken, onder rechts. Oh, wacht even, zo. Ja. Maar dan moet hij toch ook zo passen. Oh, dit is wel een puzzelkaart hoor, dames en heren. Nee, hij moet zo. Ik moet nog eerst mijn lijntjes even uitgummen. Dat komt door mijn twijfelmoment van gisteren. Dat ik niet mijn lijntjes heb uitgegumd. Zo. Dus. Ik had deze. Kijk, en dan komt deze. Dit is boven rechts. Deze komt dan hier. Of de zwarte ondergrond. Kijk. Zelf ging ik voor de zwarte ondergrond. Is mooier, hè? Zwart. Ja, zwart is mooier, hè? Ja. Oh, ik heb gezelschap. Lola komt even kijken. Die komt hier net mouwend binnen. Ja, dat zag ik. Maar ik ging hem nog niet plakken. Nee, dat komt goed hoor. De deur gaat niet op zijn kop. Kijk maar. Ja, Rosita, dat klopt. Dat was Lola. Die kwam heel even kijken. Ze is ondertussen alweer naar buiten. Af en toe heeft ze aandacht nodig, hè? Daar staan de rectals over het algemeen erg onbekend. Kijk, nu gaat de deur er goed op, hè? Ik ga ook aan de binnenkant van de kaart heel weinig plakken. Want ik vind dat zo zonde. Ik ga niet op de deur en het is best wel klein. Kijk, ik heb ervoor gekozen om dus het decempapier, zeg maar, beide kleuren de bloemetjes te doen. En dan ook aan beide kanten een helft, zeg maar. Dus dat het niet helemaal de ene kant zwart en de andere kant dat lichter. Dat vond ik niet zo mooi. Dus ik heb ervoor gekozen om het zo te doen. Lydia, nou, Lola die is gek op mensen. Dat is een beetje het probleem, want als hier iemand de auto's voor de deur hebt staan en de auto staat hier buiten voor de deur van iemand en die heeft de autodeur openstaan, dan springt ze dus gewoon in de auto. Ja, dus ze is totaal niet eenkennig. Mits je een hond bij je hebt, dan is ze gevlogen. Dus hier is het alleen een kwestie van het decempapier opplakken. Misschien dat ik wel een leuk tekstbannertje doe, zeg maar. Een leuke tekst. Even aan de binnenkant. Maar ik vind de rest eigenlijk best wel zonde van het papier. En je wil hem natuurlijk ook dicht kunnen doen. Dus als je dan de binnenkant vol gaat plakken, dan ja, kan je weinig dicht doen. Misschien, ik zat nog wel te denken of ik dit een beetje in 3D zal uitknippen. En dan, of de krans misschien. En die er dan in 3D opplakken, daar zat ik nog aan te denken. Maar daar ben ik ook nog niet helemaal uit. Dankjewel Judith.
Kan Lola vliegen dan? Nee, ze kan niet vliegen. Nee, ze kan niet vliegen. Maar dan springt ze. Laat ik het dan zo zeggen, dan springt ze. Ik hoop niet dat ze kan vliegen, want het zou toch wel een dingetje worden. Alhoewel, ze heeft vorig jaar wel in de boom gezeten. Hoe ze daarin gekomen is, dat is ons nog steeds een raadsel. Want die boom, ze zat bijna 15 meter hoog. Hoog in de boom, maar ze wilde er niet uit. Uren gezeten. Joke, dat is een peperdistresser. Dat is echt, daar maak je dus eigenlijk je randjes een beetje ruw mee van je papier. En dan krijg je een wat shabby look, zeg maar. En als je hem daarna beinkt, dan krijg je gewoon een heel leuk effect. Doe ik het goed onder rechts binnen? Ja. Ja, ik heb overal aan de achterkant geschreven welke waar moet. Want ik denk, als ik dat niet doe, dan ben ik straks de pineut. Ja, Judith, het was echt heel erg. Ik was er op een gegeven moment was ik het kwijt. Dat was op een zondag. Ben ik naar buiten gegaan. Ik woon hier aan de duinen. Dus ik ben de duinen ingelopen. En ik kon hem maar niet vinden. Dus op een gegeven moment hoor ik een hele... Ja, hoor ik gemauw. Ik denk, nou, ik ga nu toch eens even... Ik loop roepen. En dan begon ze te mauwen. En toen zag ik er dus hoog in een boom zitten. En ze kwam er gewoon niet uit. Het was echt een dingetje. Ik heb dan, even kijken, voor de buitenkant heb ik natuurlijk ook papier gekozen. En dan heb ik, even kijken, dit is rechtsboven, linksonder. Zeg ik dat goed? Even kijken, linksonder. Heb ik dat nou niet goed gedaan? Oh, even kijken hoor. Deze gaat hier. Nou, het schiet ook weer op, zeg. We gaan eerst deze maar even plakken. Dus toen, mijn broertje gebeld. Mijn broertje is gekomen. Nou, die heeft geprobeerd eruit te krijgen. Die was echt de boom ingeklommen. En toen was hij, eigenlijk was hij vlakbij er. En toen ging ze verder de tak op, helemaal naar de buitenkant. Dus toen kwam ze niet meer. Dus ze heeft daar uren gezeten. Dierenambulance gebeld. Die is ook komen kijken. Nou, die kregen er ook niet uit. En die hebben er uiteindelijk, nou, was het 's middags om 5 uur, belden ze dat ze er uit de boom hadden gekregen. En hebben ze er denk ik zeker vanaf 1 uur of 10 's morgens ingezeten. Als het niet eerder was. Maar ja, als ze niet komt, dan komt ze niet, hè. Dat is het probleem. Ja, Dia, dit is echt verschrikkelijk. Echt, hè, dit, hè. En nou heb ik nog die ene verkeerd gedaan. Dat is toch verschrikkelijk? Kijk, ik heb de raampjes aan de buitenkant gedaan, want dat vond ik wel leuk. Dat het papier aan de buitenkant toch even anders is als het papier aan de binnenkant. Dat is deze. Dus gelukkig is ze weer veilig thuisgekomen toen, maar... Ze gaat altijd elke dag naar buiten, want ze is gek op buiten.
Maar ze is echt een dag of twee, drie denk ik wel, niet naar buiten geweest. Ze wilde gewoon niet naar buiten. Dus ze had wel even de schrik in. Nou, nu hebben we natuurlijk nog dit probleem, want we hebben gewoon iets niet goed gedaan. Kijk maar, ik heb hem niet in spiegelbeeld gedaan. Even kijken. Jij weg. Nou had ik hier nog iets. Maar dat vind ik niet zo leuk. Want dit kan ook niet. En dan krijg ik weer zwart. Alhoewel, het is de binnenkant. Dat zie je niet. We gaan de zwarte pakken. Anders moeten we het weer opnieuw snijden. Kijk, want als je hem dicht plakt, dan zie je deze niet. Dus dat kan makkelijk. Dus hebben we hem niet echt helemaal dubbel. Oh, Lydia, worden je opmerkingen eruit? Ik lees ook gewoon je opmerkingen, hoor. Nee, ik lees ook gewoon je opmerkingen. Ik zie alles gewoon staan van je. Dus ik denk dat Facebook inderdaad gewoon vervelend is. In principe, er gaat niet heel veel op het kaartje qua pimpen, want dat is eigenlijk gewoon ja, zonde van al dat mooie papier. Er komen, zoals ik zeg, wel een paar leuke teksten op, want dat vind ik altijd wel erg leuk. Dus ga ik hem even zo omleggen. Ja. Ja, ze staan er echt op hoor, Lydia. We zouden toch niet durven om jouw opmerkingen eruit te halen? Nee, dat zouden we niet durven. Dus ik denk echt dat het een Facebook dingetje is. Ik heb ook wel eens gehad dat ik gewoon echt heel veel opmerkingen niet zag tijdens de live. En dan kan je niet reageren en dan ga je later terugkijken. Want ik kijk altijd de live, lees ik altijd weer even alle opmerkingen terug. Om te kijken of ik iets gemist heb of wat dan ook. En dan zie ik echt opmerkingen en vragen staan dat ik denk, huh? In principe, ja, we lezen natuurlijk niet de hele constant mee, want dat is gewoon niet te doen. Maar ik lees altijd alles terug. En dan, kijk, dit is dus eigenlijk de bedoeling. Ik lees altijd alles terug en om, zeg maar, als er nog vragen zijn die ik gemist heb, om nog alsnog antwoord te geven. En, nou Lydia, gewoon lekker kletsen hoor. Volgens mij heb je geen enkele keer het woord zwart gebruikt, maar... Dus dit is de bedoeling. Deze gaat er zo meteen hier op. Deze komt zo. Als je hem open doet, dan gaat hij zo open. Dus de deur is natuurlijk wel scheef. Ik kan hem ook recht doen, maar dat vind ik niet leuk. Ik ga hem scheef doen. Of moet hij recht? Wat zeggen jullie? Recht of scheef? Dankjewel, Dia. Scheef is leuker, hè? Is een beetje speelser. Toch? Ja, ik ga hem scheef doen. Recht, Ine? Ik vind recht zo saai.
Ik vind recht zo saai. Kijk, als je hem dan open doet, is het zo saai. Iedereen zegt recht. Moet hij recht? Lydia zegt ook recht. Nou, dan gaat hij recht. Ja. Dan gaat hij recht. Dus ook deze gaat gewoon met lijm erop. Dan ga ik hem even zo vastpakken. Want ik wil natuurlijk wel goed recht. En in het midden recht. Even kijken. 1, 2, 3 en een half bolletje. 1, 2, 3 en een half bolletje. En dan hier 1, 2, 3 en een half bolletje. 1, 2, 3 en een half bolletje. Het kan zo slecht tegen als het scheef is. 4,5. 4,5. Hij is perfect recht nu. Nee hoor, hij is nu recht. Lydia, hij is nu recht, want hij zit nu vast. Dus hij kan nou niet meer. Hij kan nou niet meer los. Dan hoop ik alleen dat ik nog genoeg ruimte voor mijn bloem heb. Oké. Kijk, nou moet deze wel dicht kunnen. Ik had eigenlijk in gedachten een lintje, maar ik ga het niet met een lintje doen. Ik ga het hiermee doen. En dan had ik weer hetzelfde dilemma. Kraft zwart. En dan het plaatje. Of andersom. Zwart, kraft en dan het plaatje. En ik denk dat ik de eerste ga doen. Ja. Zo. Die ga ik ook weer even inkten. Vlaatje ook even inkten. Dank jullie wel. Maar het ingewikkeldste komt nog zo meteen, hè? Want we moeten de zonnebloem nog in elkaar zetten. Nou, had ik natuurlijk al één in elkaar gezet. Zo. Ik vond deze wel heel erg leuk met dat notebookje. En wat ik dus ga doen, ik ga deze er dus zeg maar half opplakken. Dus maar op één deel vastplakken. Dat als je hem open doet, die dan gewoon zeg maar zo open kan. Dus dan houdt als het ware het plaatje, houdt hem dicht. Zo. Even kijken, want je moet wel goed kijken hoe je hem erop zet voordat hij scheef gaat. Dus deze komt gewoon in het midden. En dan pak ik even mijn potlood en dan zet ik gewoon heel even een klein streepje. Met mijn potlood. En die gum ik straks wel weer weg. Anders weet ik niet. Waar ik lijm moet doen. Waarschijnlijk is het heel omslachtig wat ik nu doe. Maar het is niet anders. En hier kan hij weg. Zo.
Dan gaat die er weer even op. Yep. Ik wil even kijken of het goed gaat. Ik had denk ik beter de kaarten nog niet op kunnen plakken, hè, voordat ik mijn plaatje erop moet plakken. Nou ja, dat is allemaal weer achteraf, hè. Zo. Ook hier even een streepje. En daar een klein streepje. Oh ja, had ook nog gekend met de paperclip vastzetten. Inderdaad. Nou ja. We hebben het nu ook opgelost. En dan gaan we even kijken of die een beetje goed zit zo. Even vogelen. Nou, volgens mij heb ik hem aardig. Yep. En dan zit hij niet goed in de plek van het plaatje. Nu wel. Kijk, als het goed is, moet hij dan zo blijven zitten. Maar het is dus niet helemaal gelukt. Ja, Judith, een magneetje. Daar had ik eigenlijk te laat aan gedacht. Ik dacht, hij blijft zo zitten. Maar dan moet ik er nog een magneetje tussen vormen. Nou, dat vind ik een beetje een gedoe, zou, alhoewel, het zou wel kunnen. Hier kant, en die kant zit natuurlijk geen decempapier. Zal ik eens even kijken. Magneetje. We hebben magneetjes. We gaan het gewoon even proberen. Even goochelen. Stukje tape. Giebel, grabbel, gruisje. Ja. Gaan we dat gewoon even op een andere manier oplossen. Kijk, dat is niet erg als die aan die kant geen decempapier op zit. Want dat zit onder je, onder het randje. Even kijken hoor, want hoe kan ik dit het beste doen? Hij moet er hier op, dus ik denk dat ik hem dan het beste hieronder kan plakken eerst. Plakken we er gewoon even een leuk labeltje op of zo, of een plaatje of wat dan ook. Zo. Hier, dit werken we gewoon straks even weg met een stukje tape. Of een stukje papier of wat dan ook. Creatief met kurk.
Zo. Het is toch wel mooier als die gewoon echt vast blijft zitten hoor. Vind ik. Even de tape een beetje eromheen wegknippen. Dat hij niet aan mijn papier gaat zitten straks. Zo. Nou, en dan zo. Nou, zelfs met magneetje blijft hij niet zitten. Zien jullie dat? Dat we het magneetje aan de bovenkant moeten doen. Ik denk het wel. Nou, we moeten dit maar even anders oplossen. We gaan dit nog even anders oplossen. Even kijken hoor, wat ga ik doen? En ook een strookje papier eroverheen doen. Hebben we niet een leuk strookje papier wat we eroverheen kunnen doen? Dat zeg ik, creatief met kurk. Gewoon even een klein strookje papier. En anders ga ik het zo meteen even oplossen na de live, want dat kan ook. Dan ga ik eerst even de zonnebloem opbouwen. Als ik dit doe, dan is hij alweer weg. Kijk, hup. En dan doen we dat gewoon straks bij de andere kant ook. En dan is het net of het zo hoort. Deze ga ik even van gauw erop zetten. Dan is die vast weggewerkt, want dan kan ik dat niet vergeten. Kijk, dan doen we gewoon straks aan de andere kant ook. En dan ga ik na de live verder met het magneetje. Zo, ik laat hem even los, dames en heren, eventueel. Want anders dan blijf ik, ik weet niet hoe lang bezig met dat malle magneetje. Ja, dat zou ook nog kunnen. Ik ga gewoon na de live ga ik hier even mee stoeien. Ik had de vouwbenen, de vouwen had ik echt al heel strak met de vouwbeen aangedinges. Maar kijk, dus ik leg hem opzij. Ik ga met de zonnebloem aan de gang. Ik laat het los. En anders ga ik gewoon even kijken of ik het inderdaad met een houten knijpertje of zo vast kan zetten. Maar ik ga het nu even loslaten. Als jullie dat goed vinden. Dus deze leg ik opzij. Ik had natuurlijk nog wel een paar. Kijk, ook die hele leuke kleine plaatjes had ik nog uitgeknipt. Want ik dacht, misschien kan ik daar nog iets mee. Hier bijvoorbeeld. Maar dan moet die wel dicht nog kunnen. Dus hier ga ik nog even mee kijken. Want het is misschien wel leuk om er nog een plaatje hier en daar op te doen. Dus, maar we gaan eerst met de zonnebloem aan de gang. Want het is al 5:10. Ja, Marjan, dat komt ook vast goed hoor. Als ik het gewoon even loslaat, dan komt het helemaal goed. Je wil niet weten hoe ik met de zonnebloem bezig ben geweest. Die ik net liet zien. Deze echt. Daar ben ik dagen mee bezig geweest. Ik kreeg hem gewoon niet in elkaar. En toen heb ik hem vanmiddag had ik hem in elkaar. En toen moest ik even een foto van de sneak maken. Die wij altijd bij onze aankondiging zetten. En dan zet ik een stoel voor de deur in de woonkamer naar de tuin. Want dat heeft het grootste raam. En dan doe ik de rolgordijnen omhoog. En daar leg ik wit papier op. En dan leg ik de spullen op een vensterbank. Dus ik ga alles neerleggen. En daaronder de vensterbank, jullie gaan hem al aanvoelen komen, staat de bak met het water voor de poezen.
Dus ik pak die bloem op en die bloem valt uit mijn handen en die valt in het poezenwater. Dus er kwamen een aantal flinke verwensingen uit, zeg maar. Maar ik had gelukkig een heel snel reactievermogen. Dus ik kon hem heel snel oppakken, dus het viel mee. De heat tool erop gezet en toen was hij gelukkig weer gedroogd. Dus deze bloem heeft wel een aantal... Ja, echt waar, Marjan. Hij viel echt gewoon zo in het water. Echt verschrikkelijk. Deze bloem heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Nou, kijk. Ik heb al een aantal dingen uitgestanst voor de bloem. Ik wist niet precies wat ik nodig had. Dus ik ben eigenlijk gewoon willekeurig dingen gaan stansen. Van ja, hoe kan je hem het leukst opbouwen? Hoe wordt hij het mooist? Want dat vind ik ook gewoon altijd belangrijk. Soms dan vind je een filmpje van hoe je de bloem opbouwt. En dan vind ik gewoon niet zo mooi hoe die opgebouwd is. En dan ga ik het toch anders doen. Ja, de bloem heb zwemles gehad, Rosita. Ook de bloem is ook lekker schoon, inderdaad. Ik ga nu een kleine bloem maken. Ik pak er wel natuurlijk even een paar leuke blaadjes bij. Die ga ik ook even beinkten. En dan, die moet voor de onderkant. Zo, pak ik mijn matje erbij, want ik ga ook natuurlijk een beetje opbollen. Zo. En ik zag dat er hier nog allemaal van die kleine stukjes in zaten. En dan ga ik ook het kraft, dus de blaadjes. En deze ga ik wel even met inkt aanzetten. Want dat vind ik gewoon mooier. Dan heeft het iets meer leven. Dat is de sunflower. Ja, hij zit bij mij in losse onderdelen. Omdat ik hem al in huis had. En ik vind niet dat Jolanda een malle dubbel hoeft op te sturen. Dus daar zitten de blaadjes in, de hartjes en de kleine bloemblaadjes. Dus de groene blaadjes, zeg maar. Dus dit zit er dan allemaal in. En hoort deze... Zit er ook nog in een maatje groter in, maar die moet ergens liggen. Maar waar? Helaas. Ik zal hem vast wel weer tegenkomen straks. Dus het is de Sunflower van Joycrafts. Judith, het is een opbolmatje. Ik heb altijd het opbolmatje van... Dat heb ik ooit eens gekocht met zo'n opbolpen erbij. En daar ga ik straks mijn... bloemetjes en mijn blaadjes een beetje mee opbollen. En ik denk, dan zien jullie ook het even in dit geval iets duidelijker liggen. Ja, niet de zwarte natuurlijk, maar wel de blaadjes en zo. Even mijn handen schoonmaken voordat er allemaal inkt aan zit. Nou had ik de blaadjes in het kraft gedaan, maar het kan best zijn dat ik er toch een paar in het zwart wil. Dus die stans ik dan eventueel nog even uit. Ik ga straks even kijken. Nou. Wat ik gedaan heb, ik heb deze zeg maar op elkaar geplakt eerst. En dat is even zoeken hoe je hem het beste, want hij heeft natuurlijk een... ze passen echt in elkaar, maar omdat hij een beetje wiebelig loopt, moet je even zoeken hoe die het beste past. Ik heb hem van Joycrafts. Joke, ik heb hem van Joycrafts, mijn opbolmatje. Ik zal even kijken, want nu ben ik het weer kwijt. Volgens mij is dit zo. Dus dit is even zoeken hoe je hem neer moet leggen. Dit is hem. Hij heeft natuurlijk een bepaalde vorm. Dit is dus het hart van je bloem. Wat ik nu doe, ik leg hem dus nu op zijn kop neer. En dan ga ik de blaadjes erop plakken.
Ik heb geen idee of dat zo hoort, maar ik vond het gewoon het makkelijkst. Blaadjes die heb ik hier allemaal, ik heb er een hele hoop uitgestanst. En dan zet ik eigenlijk gewoon een klein beetje lijm aan de onderkant. En ik pak met mijn sticky tool, pak ik de blaadjes en die zet ik gewoon een heel klein stukje van elkaar af. Ik let ook niet echt op de afstanden, want ik wil hem gewoon, ik wil een bloem nooit netjes. Ik wil een bloem altijd een beetje, ja, een beetje rommelig, zeg maar. Ik weet niet of jullie ooit een perfecte bloem hebben gezien in de natuur. Maar ik eerlijk gezegd niet. En dan pak je de volgende en... Daar is deze tool echt zo handig voor, die sticky pick. Dat is echt heerlijk. Gewoon drukt hem aan. Is nog een beetje lijm, is wel handiger. Oh, ik zie dat jullie een stukje van mijn haar zien. Maar ja, anders kan ik er natuurlijk niet zo heel goed bij. Ik denk dat ik er binnenkort even een nieuwe... punt op moet zetten. Want hij is een beetje op aan het raken. Dus dit is wel even een klusje. Ja, niet iedereen houdt van priegelen. Dat... zien we vaak als we met een priegeldingetje live gaan. Dat had Irine ook vanmorgen met de Monamies. Ik vind het zelf erg leuk altijd om te doen. En helemaal als het niet in één keer lukt. Dan ga ik echt net zo lang door tot het gelukt is. Want ik kan dat dus niet loslaten. Inderdaad, Lydia, als je niet gehaast bent, dan... dan is het inderdaad superleuk werk. Maar ik denk ook dat je dit niet moet gaan maken als je geen tijd hebt om hem echt goed op te werken. Dan moet je dit gewoon niet willen doen. Gewoon willekeurig blaadjes neerzetten. Niet nadenken. Eigenlijk is het gewoon doen. Oh, dat klopt. Er was er eentje bij, die was half. En als je ze gewoon, ja, ik leg dan altijd, ik leg het altijd in zo'n bakje. Ik heb altijd van die schaaltjes naast me, daar heb ik gewoon een heel stapeltje van. En dan als ik dan met een kaart bezig ben, dan zet ik hem eigenlijk altijd, zet ik zo'n schaaltje naast me. En daar leg ik altijd in waar ik mee bezig ben. Nu in dit geval had ik twee schaaltjes, of twee van die schoteltjes naast me neergelegd. Echt voor de bloemblaadjes een aparte. Want ik dacht, anders dan wordt het helemaal niks. Dan zitten die blaadjes overal, behalve waar ze moeten te zitten. Dan moet ik echt grabbelen. Zo.
Nou, nog eentje denk ik. En misschien dat ik er hier ook nog eentje doe. Soms dan, ik doe meestal in dit geval dan twee randjes. En dan soms denk ik, ach, eigenlijk moet er hier nog eentje tussen. Dan draai ik hem even om en dan denk ik, oh, hier kan er nog wel eentje tussen. En dat is bij die ook. Dus dan pak ik gewoon nog even twee blaadjes die ik er nog een beetje tussen doe. Nou, andersom. Dit is de goede kant van het kaartstok, want dat willen we niet. Kijk, en zo heb je dus eigenlijk al heel best wel snel een bloem in elkaar. Ik ga hier nog eentje doen. Want die heeft een beetje een te groot gat. Dan laat ik hem drogen. En dan had ik blaadjes in het kraft, maar ik ga toch even een blaadje in het zwart nog uitstansen. Nee, Judith, dat was Bo. Ik heb twee katten. Ik heb Lola, dat is de ragdoll. En dan heb ik Bo. Dat is een, ja, gewoon zeg maar een Europees korthaar of huistuin- en keukenkat, hoe je dat wil noemen. En die had hoge nood, denk ik. Zo. Dan pak ik mijn superhandige mini-trouvaille voor. En daar zitten alle plaatjes bij die je nodig hebt. En een embossingmatje. En je krijgt er ook nog eens een hele leuke stansenset bij. Met de seizoenen in het Nederlands. Dus winter, lente, zomer en herfst. En als ik het goed had, kwam die op 44 of 42. 99, maar nou weet ik het niet meer. Ik ga gewoon even heel gauw kijken. Ik vind het zo erg als je dat fout zegt. 42,99 is de mini trouvaille. En het heeft een winkelwaarde van 54,99. Dus ik ga nog heel even twee series in het zwart uitstansen. Ik weet niet wat ik mooier vind zometeen. Dan ga ik ondertussen wel even mijn lijmpistool aanzetten. Want die heb ik nodig om die bloem op te plakken. Want anders, ik ben zo bang dat anders die bloem er zo weer afvalt. Liggen blijven. En zo. We doen hem nog even één keer. Ja, we doen het even vandaag niet met zuinig met papier. We zijn vandaag even iets royaler met papier. Ik kan het ook vastplakken natuurlijk, maar wel zo handig. Even gewoon snel. Ja. Nee, inderdaad. Ja, de kattenbak, ja, dat moet ook gebeuren. En die staat hier in mijn hobbykamertje. Heel veel mensen zetten alles in de keuken neer als ze katten hebben. Het voer staat in de keuken, de kattenbak in de keuken en zelfs ook het water in de keuken. Maar een kat wil niet dat alles bij elkaar staat. Katten willen sowieso dat het water niet bij het voer staat. Het is beter om je water apart te zetten. En ik vind het sowieso, een kattenbak in de keuken vind ik gewoon niet fris. En je gaat zelf ook niet op de wc zitten eten, denk ik dan. Toch? Dit is het matje van Joycrafts wat ik heb. Of was dat niet de vraag? Ik ben mezelf even kwijt nu. Ja, daar ben ik weer. Oké. Dan pak ik mijn opbolpen, want ik wil natuurlijk wel mijn blaadjes iets omhoog hebben staan. Ja. En als je één voor één een blaadje moet opbollen,
Nou, tegen de tijd dat je ze opgeplakt hebt, dan staan ze eigenlijk alweer naar beneden. Deze plak ik eronder, want ik vind het gewoon wel mooi als even mijn blaadjes weggewerkt zijn, de aanhechting, zo. Ik weet ook niet of dat hoort. Het is gewoon iets wat ik uit mezelf doe. Omdat ik dat mooier vind. Dat als je eronder kijkt, toevallig, dat die een beetje half van een kaart afziet, zit, dat je dan niet die aanhechtingen van die blaadjes ziet. Nou, heb ik blaadjes. Ik heb twee bloemen. En nu moet er natuurlijk een bloem. Ik denk dat ik de kleine bloem toch wel leuk vind om die hier op te plakken. Met een, en dan de zwarte blaadjes erbij. Dan heb ik toch even mijn matje nodig. Want ik wil de blaadjes ook een beetje opbollen. Ja, zwart is natuurlijk niet zo heel goed zichtbaar voor jullie op een zwart matje. Maar goed. Zo. Dan zet ik hem een klein beetje. Deuk ik hem weer een beetje in. Zo. Ook een blaadje zit niet helemaal strak. Nou, met het magneetje ga ik straks nog even stoeien. Ik denk dat als ik hem hier opplak, dat hij dan beter blijft zitten. En dan heb ik deze bloem nog. Die is misschien wel leuk om hier te doen. Dan maak ik nog wel een andere bloem. Ik heb ook natuurlijk nog die leuke kaartjes. Ik kan eerst wel even met die kaartjes even kijken. Die kaartjes vind ik ook leuk. Ik vind deze bijvoorbeeld heel erg leuk met die telefoon. Dit is met de organizers. Of deze met een kopje koffie. Dat is ook wel een leukert. Even kijken, wat hebben we hier? Laptop. Oh, die met die lampjes gaan we doen. Oké. Ga ik hem eerst weer de-stressen. Ik ga hem niet matten op kaartstok. Dat doe ik niet. Dan vind ik het allemaal te dik worden. Nou, ik vind het wel leuk als hier toch nog een plaatje op komt. En als het goed is, moet dat kunnen. Ja, dat kan. En dan doe ik hem met een beetje met foamtape. Dus ik ga even wat dunnere foamtape pakken. Zo. Ik zie helemaal geen reacties meer van jullie. Zijn jullie er allemaal nog wel? Dus deze plak ik leuk hier. Nou, hier kijk, als je deze open doet, heb je hier het leuke plaatje. Dus dan hoeft dat hier niet een kaartje. Nou, hier waren we nog aan het stoeien of we daar wel of niet iets zouden doen. Ik vind het eigenlijk wel leuk zo. Misschien dat ik nog... Nou, dat is misschien wel leuk straks. Ja, ik ga wel even kijken. Oké. Dus jij gaat nu weer dicht. De plaatjes, daar gaan we straks nog even naar kijken. Of we daar nog iets anders mee gaan doen. Dus nu ga ik eerst de bloem opplakken. Ja, dat had ik ook in, hè. Ik denk, nou, wat is het stil? Ik heb de lijmpistool van Joycrafts. Die verkopen we ook bij Hobbies. Daar zit dan ook een standaardje bij en 20 reserve lijmpatronen.
En dan heb ik de zwarte blaadjes, want dat vind ik toch mooier op dit papier. Even wel kijken of we het aan de goede kant plakken. Eet smakelijk, Judith. En graag gedaan. En die kan nog een blaadje. Dat kan natuurlijk ook, Marjan, dat jullie onder de indruk zijn. Kijk. Oh, nou is het net of je twee oren hebt. Dan maar even aan deze kant doen. Misschien is het wel leuk om toch nog een beetje een kraftplaatje erbij te doen. Dankjewel Judith nog even voor het lijmpistool te plaatsen. Super lief. Nou Ria, dat is lief dat jullie allemaal onder de indruk zijn. Nou, ik vind het een beetje... Blaadjes een beetje karig, vinden jullie ook niet? Maar dan denk ik, is dat wel leuk om nog met kraft. Nee, dit wordt een beetje onrustig. Dan pak ik hem toch nog heel even erbij. Met mijn stukje zwarte papier. En mijn zwarte blaadje, mijn blaadjes. Ga ik er toch nog even een paar uitstansen. Hup. Zo. Oh, precies aan. Nee, dat gaat wel goed. Nee, verkeerde plaatje. Ik moet wel mijn snijplaat hebben. Of mijn basisplaat. Doe ik hem nog even twee keer. Kijk, nou heeft hij iets meer nerfjes. Dan heb ik er nog één. Doe ik hem allebei nog een keer. Hup. Zo van die. Moet wel een beetje blad bij een bloem zitten, hè? Eet smakelijk, Lydia. En graag gedaan. Fijn weekend. Nee, het zit wel veel op het patroon. Maar ik bedoel, qua blaadjes moet er gewoon toch echt wel een blad op zitten. Hè? Ik ga het natuurlijk nog even stoeien straks met het magneetje. Of dat ik het een knijpertje ga doen. Dan ga ik even kijken wat het mooiste, wat het makkelijkst is. En wat ook werkt, wat functioneert. En dan denk ik dat in principe het grootste deel al klaar is. Misschien dat ik nog wel een bloemetje erbij doe. En dan hebben we natuurlijk nog die tekstlabeltjes. Die heb ik nog natuurlijk om...
erop te doen. Zo. Waar is mijn kaartje? Even een dotje lijm. Ik weet ook niet of ik ze er alle vier op doe, maar... En zo. Kijk, en dan duw je hem eronder. Zo, dit vind ik beter. Dus eentje gaat weer weg. De bruine blaadjes, die gaan we voor de witte zonnebloem nogal gebruiken, denk ik. Want die ga ik wel hier plakken. We moeten wel even kijken dat de kaart nog open kan. Dus ik denk dat het handiger is als we hem ergens anders plakken. Maar dan moeten we even stoeien. Dus gaan we even kijken wat het handigst is. Want hij moet wel nog de kaart open kunnen. Zo kan de kaart nog open. Oké. Okay. We gaan eerst nog even voor een leuke tekstlabel. Ik had al, wat ik net zei, een aantal leuke teksten uitgestempeld. Dat is van de bannerteksten. En dan gebruik ik daar de labels van de labelponsen van de labelvellen bij. En de kit tekst en labels. Geen idee wat ik ga doen. Kijk, want ik vond dit dus wel erg leuk. Heel veel kusjes. Dat vind ik sowieso altijd een leuke tekst. En deze vind ik ook altijd leuk. Lang leven je lieve jij. Dus ik denk dat deze het gaan worden. Een bandje eromheen, Marjan. Oh, je bedoelt een banderol. Ja, dat zou ook nog kunnen. Een banderol. Ja, maar dan zit je... Een banderol doe je vaak ook ja, toch wel iets groots nog op. Anders dan vind ik vaak de banderol niet zo leuk. Maar ik kan wel even gaan kijken. Zo. En dan hebben we nog lang leven, lieve jij. Dat is wel handig als ik eerst even geknipt had, denk ik. Een grote schaar. Dan heb ik wel weer mijn apparaatje nodig. En zo. Die leg ik erop. Dan deze. En dan duwen we hem er weer doorheen. Ja, dat rondje, dat heb ik natuurlijk al op mijn kaartje geplakt. Dus moet ik even kijken hoe ik dat dan op ga lossen. Want als ik hem dan afhaal, beschadig ik ook het papier weer natuurlijk. En dat vind ik ook altijd erg zonde. Kijk. Die gooi ik even opzij. Nou, ik heb hier lang leven, lieve jij. En heel veel kusjes. Ik ben gewoon gek op die labelponsen. Ik vind het altijd super leuk. Dus ik ga even kijken waar ik deze ga doen. Is dit leuk om dat hier te doen? Ik ga hem sowieso even beinkten.
Ik heb geïnkt met zwart. Maar natuurlijk het papier heel veel, of gestempeld met zwart. Omdat natuurlijk het papier heel veel zwart in zit. En dan ga ik even kijken wat ik het leukste vind om hem op te doen. Want misschien is het wel gewoon leuk om het hierboven te doen. Of hier aan de zijkant. Oh, dit vind ik ook wel leuk. Ja, we gaan hem aan de zijkant doen. Mijn lijmpistool kan even uit. Die heb ik even niet nodig. Zo. Kijk, heel veel kusjes zet ik hier aan de zijkant. Gewoon tegen de rand aan. Tex hoeft natuurlijk niet altijd gewoon recht te staan. Hè? Die mag ook wel eens een beetje overdwars zijn, zeg maar. En dan is het misschien wel leuk om deze hier op te doen. En die doen we dan weer met een beetje foamtape. Zo, dan draai ik hem even om. Kleine schaartje. En dan doen we even drie stukjes foamtape erop. Marjan, eet smakelijk. Ja, ik ben ook bijna klaar hoor. Ik ga de rest zo meteen na de live afmaken. Deze pak ik een beetje, vind ik wel leuk, een beetje over de brievenbus heen. Lang leven lieve jij. Deze komt dan hier. En dan had ik deze nog. Maak alles vast met genietjes. Die vind ik toch eigenlijk wel super tof. Dus... Maar dan had ik hem ietsje meer ergens anders moeten stempelen. Dus dat gaat het niet worden. Deze zou nog wel kunnen. Gefeliciteerd. En als ik die zo uitstans, dan zit hij mooi in het midden. Dus die kunnen we nog wel leuk aan de voorkant doen. En dan maak ik er een eind aan. Brei ik er een eind aan. Ik ga er geen eind aan maken, want... Gaan we niet doen. Dankjewel, Ina. Het komt omdat die er nog in zat. We hadden een schietende plaat. Kijk, heb ik deze nog? Aan de voorkant. Aan de voorkant moet natuurlijk ook wel iets staan, hè? Ik ga eerst even hier mijn dotje op doen. Zo. En in mijn bekertje zetten. Op zijn kopje. Nou. Ik wil even dat die even dicht blijft zitten. Dus ik zet er even een paperclips op. Is misschien wel leuk om aan die kant te doen. Dat doe ik hier ook nog even met foamtape. En dan is dit het laatste wat ik erop plak. Want dan ga ik... Ook ik ga zo even wat te eten maken. En dan ga ik hem later vanavond even afmaken. De laatste dingetjes. En dan zet ik hem morgen in de groep. Voor degene die morgenochtend... tijd hebben, of het leuk vinden. Om 10 uur ga ik morgenochtend hier ook weer live in de groep. En dan ga ik met het maskstensel, waar die vierkantjes zeg maar uit zijn, en de Bellalulu vellen, ga ik een leuk kaartje maken. Dus ik ga niet stempelen of inkten. Ik ga gewoon met kaartstok en decempapier aan de gang.
Nou, dit is dus, kijk even niet naar de paperclip, zou ik zeggen. Maar dit is hem dus uiteindelijk geworden. Daar komt natuurlijk nog, deze bloem komt nog straks leuk hier. En dan denk ik wel dat ik het zo laat. En dan nog even kijken hoe ik het beste met het magneetje kan doen. En dan vind ik het toch wel een superleuk eindresultaat geworden. Ik dank jullie voor het kijken en ook voor de gezelligheid. Ik vind het altijd erg leuk als jullie meekijken en gezellig. En misschien zie ik jullie morgen gezellig. Dankjewel Ine. Dankjewel Yvonne. En dank jullie voor het kijken. En misschien tot morgen. Dag, fijne avond. Of een fijn weekend.